Een man in Breda is dit weekend aangereden toen hij overstak bij een zebrapad. De automobilist ging er na het ongeluk op de nieuwe Prinsenkade vandoor. En verslaggever Birgit Verhoeven is bij het desbetreffende zebrapad. Birgit, hoe heeft het ongeluk kunnen gebeuren? Ja, die 34-jarige man stak met een vriend over hier op het kruispunt. En toen ging het fout. Die man is aangereden en die vriend zag het gebeuren. Nou, het was echt een flinke klap. Hij is flink de lucht ingeslingerd. En ooggetuigen zagen dat hij tientallen meters verderop terecht kwam. Dus dat is echt een flink ongeluk geweest. Hoe gaat het met die man die het zebrapad overstak? Ja, daar gaat het absoluut niet goed mee. Hij is die nacht bloedend achtergelaten. Buiten bewustzijn ook was hij na de klap. Ja, de hulpdiensten waren natuurlijk snel ter plaatse. Hebben hem naar het ziekenhuis gebracht. En daar ligt hij nog steeds in kritieke toestand. Dus het gaat niet goed met hem. Nee, dat is een macaber verhaal. Die automobilist, is die al op het spoor? Nou, die is nog niet op het spoor. De politie is natuurlijk nog steeds op zoek naar hem. Wel zijn er al wat aanduidingen. Er is bekend dat het om een klein donker autootje gaat. De politie zou ook het begin van het kenteken al hebben. En verder zijn ze druk bezig met het gehoren van getuigen. Met het bekijken van camerabeelden. Maar ja, wie die man is, of vrouw natuurlijk, dat is absoluut nog niet duidelijk. Ja, nu gebeurt er wel vaak wat op dat kruispunt waar jij nu staat. De buurt zegt zelfs, dit is misschien wel het gevaarlijkste kruispunt van Breda, misschien wel van heel Brabant. Nou, het is inderdaad echt een heel erg gevaarlijk kruispunt. Het is nu natuurlijk vroeg, maar als ik om me heen kijk, dan zie ik al wel dat er flink gescheurd wordt. Het is de weg langs de haven van Breda. Die wordt net bij het Spanjaardsgat wordt die wat smaller. Daar moeten automobilisten dan afremmen van 50 km per uur naar 30 km per uur. Nou, dat doet eigenlijk niet iedereen. Sterker nog, volgens mij doet dat bijna niemand. En dan komen ze daarna terecht bij een overstikplaats met twee zebrapaden. En nu zie je al wel dat er wel flink doorgereden wordt. Maar dan moet je je voorstellen hoe dat 's nachts is. Hè? Want daar een eindje verderop stoppen dan de uitbussen. Staan veel bussen met veel mensen die dan 's nachts dronken naar huis gebracht moeten worden. Aan de andere kant stoppen de taxis. Het plekje waar ik sta hier stoppen veel mensen die dan iemand opkomen halen of afkomen zetten. Dan is er aan de andere kant ook nog een lumpia-kraam. Waar dan ook veel mensen enigszins bezopen of aangeschoten nog eventjes een loempiaatje naar binnen werken. Dan komen er van alle kanten fietsen, voetgangers. Ja, 's nachts om een uur of 3, 4 is dit echt een ontzettend druk plek. En ja, dan gaat het dus fout zoals hier is gebeurd van het weekend. Ja, en ik begrijp dat de buurtbewoners maatregelen willen. Jij komt er later in de uitzending nog terug met wat van die buurtbewoners. En dan horen we wat ze willen.